Yo mensen, dit is ons gaming en het is tijd voor de ene laatste race van het seizoen. En dat betekent dus dat we in Brazilië zijn. En ik heb nog maar 2 puntjes voorsprong op Lewis Hamilton. Dus het kampioenschap is ontzettend spannend. En in deze race hier in Brazilië rij ik een van mijn allerbeste races ooit. Dus ram daarom op die like knop en laten we gewoon voor de 100 likes gaan. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en onze gaming te volgen op Instagram. En je kan natuurlijk ook de poll invullen voor deze video. Volgende maand is natuurlijk zover. Dan komt Formule 2017 uit. Dat gaat helemaal te gek worden. Ik heb afgelopen week iets minder geüpload dan normaal. Ik had het vrij druk. Maar deze video gaat hopelijk een heel stuk alles weer goed maken. Nou, daar zijn we dan. Er zijn geen updates voor de teams. Niemand heeft een update meegebracht. Dus bij de stand in het kampioenschap, in de pickorder van de teams, verandert natuurlijk helemaal niks. Zoals ik net al zei, ik heb wat minder tijd gehad de afgelopen paar dagen om wat te uploaden. En dus bij deze heb ik een hele toffe Formule 1 video voor jullie allemaal gemaakt. En dit is de stand in het kampioenschap. Zoals ik al zei, ik heb nog 2 puntjes voorsprong op Lewis Hamilton. Nico Rosberg doet in principe ook nog mee. Maar dan zouden wel zowel Hamilton als ik de komende races eigenlijk uit moeten vallen. Wil Rosberg nog kampioen worden. En Verstappen, die heeft nog steeds zicht op plekje 4. Maar dan moet hij ook nog wel een klein wonder voor verrichten. Wil hij dat halen. En bij de standaard constructeurs, ja, 70 punten achterstand met nog 2 races te gaan op Mercedes. Dat gaat hem waarschijnlijk niet meer worden. En de kans is vrij groot dat hier in Brazilië het team van Mercedes dus kampioen gaat worden. Het is nog wel vrij spannend tussen Williams en Force India. Daar kan nog wel het een en ander aan gebeuren. Maar dat gaan we zo meteen allemaal wel zien. Dit zijn de beelden van de kwalificatie, die trouwens behoorlijk nat begon. Het was vooral in de eerste kwalificatie vrij chaotisch. En dit zijn beelden van Q3. Je ziet dat ik op dit moment de derde tijd heb gereden. Ik probeer dan mijn tijd te verbeteren, maar ik maak wat foutjes. En ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo handig. De kwalificatie is inmiddels eigenlijk ook al afgelopen. Iedereen kan nog zo'n rondje afmaken. En dan gaan we eens even kijken zometeen naar de startopstelling. Want die is natuurlijk al ontzettend belangrijk. Want ik moet eigenlijk natuurlijk gewoon deze race zorgen dat ik eigenlijk voor Hamilton gaan eindigen, of in ieder geval heel dicht bij hem in de buurt. Want anders gaat het gewoon een heel lastig verhaal worden. Volgende race, de laatste race in Abu Dhabi. Wat natuurlijk echt nog heel spannend kan gaan worden. Of ik moet deze race uitvallen en dan wordt het allemaal niet meer zo spannend volgende race. Nou, Hamilton die heeft pole position. Dat is niet zo best. Dan Vettel tweede, verrassend. Dan Verstappen derde. En ik sta dus uiteindelijk op de 4e plek. 1 plekje gezakt uiteindelijk. Rosberg 5, Raikkonen 6, Bottas 7, Hulkenberg 8, Perez 9 en Massa 10. Dus het gevecht tussen Williams en Force India gaat door. Dan Grosjean, Sainz, Kvyat, Wehrlein. Heel verrassend. Heel goed. Alonso, Palmer ook best wel lekker. Button heel slecht. Gutierrez slecht. Nassen, Magnussen. En achteraan staan Haryanto en Eriksen. Nou, dan is het tijd voor de start van de race. Het is gelukkig gewoon zonnig. Geen regen, geen chaos. En je ziet al, ik zet mijn fuelverbruik meteen op hoogste stand. Zodat ik meteen kan aanvallen. En Rosberg heeft een hele dikke start. En ik heb wel meteen al Vettel te pakken die alweer, en dat is echt al de zoveelste keer dit seizoen, een slechte start heeft. Ik zit hier wel iets te ver aan de buitenkant. En dan komt daar zelfs Bottas al aan. En dan is er zelfs bijna contact tussen ons. Uiteindelijk heb ik dus een 4e plek. Heb ik dus eigenlijk niks verloren, niks gewonnen. Maar is het vooral dus Vettel die heel veel plekken verloren heeft. En Nico Rosberg die gewoon van P5 naar P2 gaat. En dat doet hij dus heel goed. En dan zit ik hier aan de, ja, aan de buitenkant, aan de zijkant van Verstappen. Dat gaat allemaal net goed. Beetje op het vuil. Ja, daardoor verrem ik me. En dan gaat dit allemaal goed. Nee, nou ja, het is allemaal maar heel krap. En ik moet uitwijken voor Vettel. En uiteindelijk ook nog Raikkonen voorbij laten gaan. En zo zak ik dus terug naar de 7e plek. En dit is iets wat we absoluut niet willen. Want Lewis Hamilton is al meteen los. Die ligt gewoon eerste. Uiteindelijk pak ik wel meteen Raikkonen hier weer terug. En zo dus P6 weer terug. Nou, dit zijn even wat andere beelden van de start. Je ziet het al, Vettel komt echt heel erg slecht weg. Eigenlijk is hij hier al gewoon bijna 5e, 6e. Bottas heeft een goede start en natuurlijk Rosberg heeft een goede start. Dan zit ik hier aan de binnenkant en dan is deze bocht naar de andere kant niet. Ja, het is wel een. Het is eigenlijk. Ja, je zou denken dat het de juiste lijn is. Maar hier in deze bocht is vaak de buitenste lijn wat beter. Zodat je met meer snelheid op dit rechte stuk uiteindelijk uitkomt. En dan hier ging het bijna fout tussen mij en Verstappen. Waardoor ik uiteindelijk vuile banden kreeg en er afschiet. Op moet passen dat ik geen botsing veroorzaak met de beide Ferraris. En zodoende lig ik dan uiteindelijk dus op P6 naar
naar de eerste ronde. Maar goed, we gaan natuurlijk vol in de aanval. Ik had de fuel al op hoog gezet. En dan in één bocht is het hier gewoon... Bam, meteen Vettel pakken. Bijna meteen Bottas. Bijna twee auto's in één bocht. Vettel probeert hier nog terug te komen. En dan zit ik hier dus een klein beetje klem achter Bottas. En uiteindelijk hier aan de zijkant is het dan toch die Red Bull motor. Eigenlijk de Renault motor die toch wat beter is dan de Mercedes motor. In ieder geval, ik kom met meer snelheid het rechte stuk op. En zo lig ik in ieder geval al toch weer vierde. Dat is eigenlijk gewoon mijn startplek. Dus dat is allemaal op zich wel oké. Dan maak ik een klein sprongetje naar de derde ronde in de race. En inmiddels heb ik al het gat dichtgereden op Verstappen. En ik ga echt ontzettend hard op deze softband. En ja, dit lijkt wel een soort van teamoorlogje bijna. Verstappen laat me eigenlijk gewoon zonder te verdedigen er gewoon voorbij. Dat is niks voor onze Max, maar goed. Ja, Rosberg ligt dan voor mij. En die moet ik eigenlijk wel toch gewoon echt voorbij. Want als Hamilton eerste wordt en ik derde, dan, ja, dan ga ik natuurlijk wel wat punten inleveren op Hamilton. Nou, dan zitten we inmiddels in de vierde ronde. Eigenlijk nu dus in de vijfde ronde. En dan is het Lewis Hamilton die als eerste van het hele groepje naar binnen gaat. Ik probeer een aanval hier te plegen op Rosberg. En die lukt in eerste instantie in ieder geval. En zo heb ik op dat moment dus de leiding in de race. Je kan echt aan het einde van het rechte stuk zeg maar ontzettend laat remmen. En daar maakte ik dus net goed gebruik van. Dan is het Rosberg die natuurlijk met zijn Mercedes motor hier buitenop probeert te gaan. Ik moet natuurlijk echt, ja, het laatste wat ik deze race moet doen zeg maar is uitvallen. Of een crash veroorzaken en daardoor heel ver terugvallen. Dus ik moet er gewoon een klein beetje oppassen. Maar uiteindelijk gaat het gevecht tussen mij en Rosberg verder prima. Nou, dan gaan we naar binnen. En ik ben niet de enige, want ook Rosberg gaat er binnen. En ook Vettel gaat er binnen. En Verstappen, die is de enige die buiten blijft. En dat blijkt zo meteen een hele goede zet geweest van onze grote vriend Max. Uiteindelijk zakken we dus behoorlijk ver terug. We liggen inmiddels achtste. En alleen dan is de vraag, waar is Lewis Hamilton? Ik heb natuurlijk een rondje langer doorgereden dan Hamilton zelf. Ik ben wel in gevecht geweest met Hamilton, of met Rosberg. En waar blijft hij dan? Daar rijdt Hamilton dus. En dan komen we bijna tegelijkertijd op het rechte stuk. Het is ontzettend krap en spannend, maar Hamilton weet dus net voor mij te komen. En dat is wel een klein beetje jammer, want als ik nou net voor dit groepje... Ja, de pitstraat uit zou kunnen komen. Dan zou ik natuurlijk een hele dikke vette voorsprong op Hamilton kunnen gaan opbouwen. Nu zit ik er net achter. En worden we eigenlijk opgehouden door coureurs als Haryanto en Palmer en Eriksen en weet ik het allemaal nog meer. Hier zien we het nog een keertje. Hier die pitstraat, uitgang. Rosberg zit achter mij, Vettel zit achter mij. En rechts in beeld zag je net, nou links in beeld zag je dus Hamilton. Die wordt eigenlijk ook opgehouden hier. En ja, het scheelt heel weinig hoor. We hadden hier gewoon... Ja, ik zat er bijna voor. Ik zat er heel eventjes langs. Maar uiteindelijk komt natuurlijk Hamilton met meer snelheid het rechte stuk op. En ja, zo lig ik dus achter Hamilton. En Verstappen, die doet het goed. Want Verstappen die is al naar binnen geweest. En die komt zo meteen als leider weer de baan. Terug zeg maar, terug op de baan. Eigenlijk, of tenminste virtueel eerst ligt hij. Want op dat moment, zo meteen krijgen we namelijk een stukje dat Alden zo op de eerste plek rijdt. Maar goed, we zitten inmiddels dan in de zevende ronde van de race. En Hamilton is in gevecht met Palmer. En ik rijd er een beetje achter, een beetje aan het kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En ik moet dus wel zorgen dat ik Palmer zo snel mogelijk voorbij ga. Het is hier vrij smal zoals je ziet. Er kunnen maar echt maar twee auto's eigenlijk naast elkaar rijden maximaal. En dan zet ik hem hier gewoon naast. En Palmer denkt ook van ja, weet je wat, ga er maar gewoon voorbij. En zo rijd ik dus op de achtste plek en zit ik dus achter Hamilton. Dan krijgen we hier een heel spannend moment. Het is een beetje het moment wat ik had met... in Amerika met Kvyat en toen Hamilton werd opgehouden. Nu word ik eigenlijk opgehouden door Button, terwijl Hamilton dus Button inhaalt. En datzelfde moment hadden we dus in Amerika, alleen toen was het dus andersom. Het is een soort van payback van Hamilton. Ik vind het allemaal wel prima, wel grappig eigenlijk dat het allemaal precies zo gebeurt. Dat het echt allemaal gewoon lijkt alsof het allemaal bedoeld was. En inmiddels rijden we dus op de vijfde plek. We gaan nog even kijken naar die inhaalactie van Hamilton. Die hier mij dus eigenlijk, ik zit eigenlijk langs. Ja, hier is geen ruimte, de baan houdt hierop. Je mag niet over de witte lijn heen, want dan haal je dus iemand in buiten de baan. En uiteindelijk is Button dus degene die ervoor zorgt dat ik niet 1, 2, 3 meer Hamilton bij kan houden. Maar goed, uiteindelijk, zoals ik al zei, Verstappen had dus eigenlijk virtueel de eerste plek in handen. Ik lig nu vierde, Hamilton derde, Verstappen tweede. En zoals ik net al zei, Alonso die ligt dus een tijdje... vooraan. Maar die zal dus zo meteen nog wegvallen. Nou, dan zijn we dus met z'n allen in gevecht. En dan gaan we hier met drie man dik.
gaan we dus die eerste bocht in. En dat is dan eigenlijk vandaag onbepleven. Maar het gaat allemaal goed. Iedereen laat elkaar leven waar het is Verstappen. Die zit dus net achter mij. En zo verliest Verstappen dus in één bocht twee plekken. Nou, daar gaan we dus in gevecht met Hamilton. We zitten inmiddels in de 10e ronde van de race. En Alonso leidt nog steeds deze race. Dat doet hij dus goed. Hij rijdt ontzettend lang door op zijn banden. En ik zit dus nog steeds heel dicht achter de Lewis Hamilton. En als de race, ja, als Hamilton wint en ik word tweede, ja, dan betekent dus dat ik wel wat punten ga inleveren. En dat ik dus uiteindelijk 5 punten zal achterstand hebben op Hamilton na deze race. Maar we gaan dus natuurlijk even kijken wat het gaat worden. Ik probeer hier weer een aanval te plegen op Hamilton. Kom ik hier niet lekker die eerste bocht, of die eindelijk de tweede bocht door. En dan kom ik gewoon met te weinig snelheid dat rechte stuk op. En dat zorgt er weer voor, met DRS, dat Hamilton er heel makkelijk voorbij kan. En je ziet het in de achtergrond al. Verstappen zit ook nog steeds heel dichtbij. Maar ook Rosberg, volgens mij. Ja, Rosberg zit ook heel dichtbij. Dus zo rijden de eindige nummers 1, 2, 3 en 4 heel dicht bij elkaar. Alonso die besluit uiteindelijk om in het rondje 12 pas naar binnen te gaan. En die zakt uiteindelijk wel ver terug. Maar heeft wel in ieder geval een tijdje aan de leiding gereden. En natuurlijk ja, dat heeft hij prima gedaan. Zo zitten we uiteindelijk in de 13e ronde van de race. En ik probeer het nog steeds bij Hamilton. De snelheid is nog steeds oké. En ja, het is wel heel opvallend dat het zo dicht bij elkaar blijft zitten. De Red Bulls en de Mercedes zijn op dit circuit echt aan elkaar gewaagd. Natuurlijk, op de rechte stukken zijn de Mercedes beter. Maar vooral hier zo in dit bochtengedeelte is gewoon die Red Bull een stukje beter dan de Mercedes. Nou, en goed, we zitten uiteindelijk dan in de 15e ronde van de race. Rosberg heeft inmiddels wel Verstappen ingehaald. En ja, dat is dan een klein beetje jammer. Want dat betekent dus dat ik ook niet alleen maar meer op Hamilton moet letten, maar ook op Rosberg, die dus achter mij zit. Ja, ik had even een kriebel in mijn keel. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar goed, we zitten inmiddels dan in de, ja, richting de 16e ronde, 17e ronde bijna. Het is bijna het einde van de race. Maar ik moet wel een klein beetje gaan oppassen, zowel op mijn banden als op mijn brandstof. Want ik heb best wel lang doorgereden op een hoge verbruik aan brandstof. Uiteindelijk pak ik hier weer de leiding van Lewis Hamilton af. En ik rij eigenlijk, al zeg ik het zelf, een hele sterke race. Maar ook hier zie je weer dat die Mercedes gewoon op het rechte stuk uiteindelijk veel meer snelheid heeft. En je raadt het al, er gaat natuurlijk weer een aanval komen. Ik mag niet zomaar in één keer naar links toe om, ja, om straf te voorkomen, zeg maar. Ook om een botsing te voorkomen. En uiteindelijk haalt Hamilton mij dus gewoon weer in. Rosberg komt nog wel wat dichterbij, maar uiteindelijk hoef ik me daar dus niet echt zorgen over te maken. Dan gaan we de laatste ronde van de race in en ik ga het gewoon weer proberen. Ik moet gewoon zorgen dat ik voor die Hamilton ga eindigen. Want dan heb ik echt een grote kans om de volgende race in Abu Dhabi dat kampioenschap te pakken. Nou, ik zit er weer voor, maar weer kom ik niet zo lekker uit deze bocht. En ja, het is iedere keer gewoon een herhaling bijna. Weer komt Hamilton met veel meer snelheid het rechte stuk op. Heeft natuurlijk ook DRS. En ja, dan zit hij er gewoon weer langs. Ik probeer hem hier nog te laten staan. Maar ja, we kunnen ook geen botsing krijgen. Want dan wordt het helemaal een drama. En uiteindelijk is dit dan de laatste ronde. Ik zet nog even alles open. DRS, motor op vol vermogen. Ik probeer het echt nog hier. Uiteindelijk, ja, wat zal het schelen? Minder dan een seconde. Misschien een halve seconde. Uiteindelijk word ik dus tweede. Hamilton wint. En dat betekent dus dat ik met 5 punten achterstand naar Abu Dhabi ga. En dat gaat dus nog heel spannend worden. Want dat betekent dus dat er nog allemaal verschillende mogelijkheden zijn voor de race in Abu Dhabi. Want als ik in Abu Dhabi win en Hamilton wordt tweede, dan ben ik kampioen. Maar ja, als ik achter Hamilton eindig, dan is natuurlijk Hamilton standaard sowieso kampioen. We gaan nog van alles bekijken wat het allemaal gaat worden de volgende keer in Abu Dhabi. Het gaat in ieder geval ontzettend spannend worden. Dit is de uitslag van de race. En Verstappen eindigt in ieder geval voor Raikkonen. Maar waarschijnlijk niet genoeg om hem uiteindelijk ook in het kampioenschap nog in te gaan halen. Het team van Williams heeft ook bij deze denk ik ook toch wel het team van Force India verslagen. Ze doen goede zaken in ieder geval hier in Brazilië. En dit is dan de stand. Zoals ik al zei, 5 punten achterstand op Hamilton. Ja, kijk, als ik bijvoorbeeld tweede word in Abu Dhabi en Hamilton wordt vierde, dan ben ik kampioen. Valt Hamilton uit, ja, dan moet ik minstens zevende worden om kampioen te worden. Dus het gaat allemaal best nog wel spannend worden. Het gaat allemaal van allerlei berekeningen worden. En ik ben gewoon heel benieuwd wat het gaat worden. En ik, zoals ik al zei, ik probeer deze serie zo realistisch te maken als mogelijk. Ja, win ik in Abu Dhabi niet of word ik geen kampioen, nou, so be it. Dan is het maar zo. Dan helaas gewoon tweede, ook prima. Standaard constructeurs, Mercedes is bij deze officieel kampioen.
Wij kunnen ze niet meer inhalen. En we zijn wel tweede, want ook Ferrari kan ons weer niet inhalen. Het was in ieder geval een ontzettend spannende race met heel veel gevechten en hele mooie acties. Ik hoop dat jullie het ook een toffe race vonden en de video. Ik zou zeggen, tot de volgende video, tot Abu Dhabi en adios.